And the second question before we start, is there anybody in this webinar who does not speak Dutch? Who does not speak Dutch? Florine, could you see a hand? Oh, I don't see a hand, so I think we can continue in Dutch. Yeah. Is that all right for everybody? Because we said that it would be in English. All right. Dan gaan we gewoon over in Nederlands. Welkom allemaal, nogmaals. Dit is een initiatief van Orion, start-up-programma van de provincie Gelderland. Artes, Han, Saxion, Radboud Universiteit van Hallarenstein, Kiemt, Rabobank, Oost-NL. Een hele grote groep mensen die het allemaal belangrijk vinden om start-ups op de een of andere manier te ondersteunen in hun bedrijf. Dit is het tweede webinar en we gaan op 28 juni gaan we een derde webinar Impossibilities of IP. Dus 28 juni. Mijn naam is Bart Huijts. Ik werk bij Orion als programmamanager. En ik werk daarnaast als een van de directeuren bij Artes Hogeschool voor de Kunsten. In het eerste deel van deze webinar introduceren we onze gasten zometeen. En we vragen ook hun positie binnen dat hele veld van Investor Insights. En het tweede deel van deze webinar gaan we uiteen in breakout rooms. En jullie kunnen één breakout room kiezen waar je 3 kwartier bent, maar je kan ook switchen tussen de breakout rooms. Dat zullen we straks nog wel kort even uitleggen. We hebben 4 gasten. Duren werkt ook bij Orion en bij Kiemt. Bernard de Vree, BDO. Hoekstra van het RVO. En Martijn Sijbers, Oost-NL. Welkom allemaal. Jullie vertegenwoordigen allemaal een onderdeel van het hele speelveld van investeringen, subsidies ook soms. En we gaan gewoon kijken wat jullie voor ons kunnen betekenen als start-up. Voordat we dat gaan doen, Franske, zou ik jou willen vragen om even het raamwerk wat we voor vandaag hanteren, namelijk de Technical Readiness Levels, TRL's, om dat kort toe te lichten in de 4 fases die we hebben uitgeschetst. Ja, eigenlijk is de TRL-fases die zijn ooit ontwikkeld door NASA om een beeld te krijgen van waar staat nou onze innovatie en wanneer is die innovatie zo ver dat die naar de markt toe kan gaan. En ze hebben er eigenlijk 4 verschillende fases in gezet. De eerste is de ontdek- en onderzoeks- en ontwikkelfase. De tweede is echt het ontwikkelen van de techniek of van de innovatie. De derde fase is de demonstratie van de verdere uitwerking van het geheel. En de vierde fase, daar ga je naar de groeifase. En dan wordt het bedrijf langzaam zover dat het grotere investeerders nodig heeft en dat het verder kan gaan. Waarom hebben wij die 4 fases hier neergezet? Dat is vooral omdat je eigenlijk vanuit elke fase een ander soort steun of een ander soort kennis en vaardigheden nodig hebt om verder te gaan. Als je kijkt naar de discovery fase, TRL 1 tot en met 3, dan ben je vooral bezig met onderzoek, toegepast onderzoek, en dan kom je tot de proof of concept uit. Nou, je zult zien dat is, hè, dat is heel veel, dat kun je thuis in je schuurtje doen, in de achtertuin, maar dat gebeurt ook veel bij universiteiten en kennisinstellingen. Daarom is in het Orion-programma is het ook echt een programma waar de kennisinstellingen, hè, Saxion, Hogeschool van Hallarenstein, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Artes en de Universiteit van de Radboud Universiteit, die zijn daar allemaal vertegenwoordigd om die kennis die daar ontwikkeld wordt, om die uiteindelijk naar de markt te brengen. Als we kijken naar de fase 4 tot en met 6, dan gaan we eigenlijk kijken naar de implementatie en de test van het prototype, de validatie van het prototype. En uiteindelijk aan het eind van fase 6, dan kom je naar een demonstratie waarbij je echt het prototype ook in zijn testomgeving kan gaan bekijken.
Nou, daar zie je dat er al wat meer richting een business komt. Je hebt een prototype en daarna komt er een stukje ook kijken van hoe ga ik dat dan verder maken? Hoe kan ik die prototype straks gaan opschalen? Dat neem je al mee in de ontwikkeling. Dat gebeurt ook nog een stukje vanuit de universiteit, die ondersteuning. Maar dan zie je dat soms ook wat andere aspecten al aan de orde komen. Dan van 7 en 8 ga je echt kijken van hoe kun je nou het prototype in zijn operationele omgeving neerzetten? En in 8 van hoe kun je dat nou naar een product compleet maken, zodat die straks ook naar de markt gebracht kan worden. En daar zie je ook dat al een flink stuk in de businessondersteuning aan het woord komt. En dan bij level 9 ga je echt naar de marktintroductie toe. Nou zitten we met verschillende partijen aan tafel. En sommige die spelen een rol in een stukje verder in die TRL-fase. En anderen die zitten juist helemaal aan het begin. En hier wou ik het bij laten, want ik kan de rest daarop inspelen. Dankjewel, Franske. Ik ga eerst even naar de introductie. Bernard, zou jij willen beginnen? Bernard de Vree van BDO. Jazeker, ik ben Bernard de Vree, Bernard de Vree van BDO. In het dagelijks leven ben ik belastingadviseur. Ik doe dat zo'n 15 jaar. Ik richt me daarin echt op innovatieve bedrijven. Ik krijg energie van de turbulente markt en de beweging waar dat soort bedrijven eigenlijk constant mee te maken heeft. Het is een complex werkveld, maar daar ben ik niet bang voor. Ik ben betrokken bij Kiemt, bij Orion en bij Brisker. En dat eigenlijk in mijn rol als een proactieve sparringspartner. Ik ben geen specialist. Ik ben echt een generalist belastingadviseur. Sterker nog, ik heb een achtergrond als accountant. Waardoor ik eigenlijk ook nog best wel cijfermatig nog best wel lang mee kan voor een jurist. En met name daarom vind ik het leuk om echt het eerste aanspreekpunt te zijn voor een bedrijf, start-up, scale-up. En die te begeleiden in alle vragen, op welk gebied dan ook. Mits het maar een klein beetje fiscaal of financieel is. Richting hun opbouw van de onderneming. Dankjewel. Dankjewel, Bernard. Wieberen Hoekstra van het RVO, zou jij je willen introduceren? Ja, goedemiddag. Ik ben Wieber Hoekstra van de RVO, voluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En dat is een uitvoeringsorgaan van het ministerie van Economische Zaken. Dus we zijn een organisatie die nationaal werken, dus ook voor Gelderland. Ja, in grote lijnen, wat doen wij? Ja, ik vertel het soms wel eens als dat we als het ware een soort supermarkt zijn. We hebben van alles in huis, van TRL fase 1 tot en met 9. Dus we proberen voor elke fase iets in huis te hebben. Moet wel gaan om technologische innovatie. Ja, is het economisch innovatief, maar niet technologisch innovatief, dan hebben we veel minder in huis. En straks in de breakout sessie, dan kan ik daar wat dieper op ingaan. En ja, misschien wel handig om toe te voegen van, mocht je geen tijd hebben voor de breakout sessie van mij. Ja, op de website staat het een en ander weggeschreven. En bij heel veel instrumenten is ook een mogelijkheid tot quickscan. Dus kan je relatief makkelijk onderzoeken en contact opnemen met de RVO om te kijken of zo'n instrument iets voor jou is. En voor de start-ups, zoals jullie zijn. Ja, daar hebben we wel het een en ander voor in huis. Dankjewel, Wibren. Martijn Sijbers, OostNL. Zou jij je willen voorstellen? Ja. Mijn naam is Martijn Sijbers. Ik werk bij OostNL. Dat is eigenlijk de regionale ontwikkelingsmaatschappij, zoals we er meerdere hebben in Nederland. Echter, wij werken voor de provincies Gelderland en Overijssel. Dus als je bij ons komt, moet je hoofdactiviteit in Gelderland of Overijssel zitten erin. We hebben drie takken van sport. Eén daarvan is business development. Eén daarvan is international, van hoe kunnen bedrijven van het buitenland naar Nederland komen en vice versa. En de laatste tak van sport, en daar behoor ik toe, is de afdeling capital. Binnen capital beschikken wij over een aantal fondsen. En daar financieren wij vroege fase bedrijven van, oplopend als het risico het verder afneemt vanuit andere fondsen van ook. Dus wij hebben een palet van fondsen waarin we ondernemingen in verschillende fasen kunnen financieren. Dankjewel. Franske, tot slot. Je had al iets van jezelf verteld, maar toch nog eventjes. Franske van Duren, Orion Kiemt. Ik werk bij Kiemt.
En Kint is een van de partners in Orion. Binnen Orion zijn 10 verschillende partijen, zoals Bart net al verteld heeft. En Orion is eigenlijk een netwerk wat de hele, vanaf het begin tot, tot ongeveer fase 7 de ondernemer ondersteunt. Werkt wel in Gelderland, het is een Gelders netwerk. Kint werkt wel in Oost-Nederland, maar ook voornamelijk wel veel meer in Gelderland. En vanuit dit samenwerkingsverband helpen we allemaal partijen om van een idee uiteindelijk een business te maken. En omdat we in die hele vroege fase ook zitten met de kennisinstellingen en de onderzoeksinstellingen, daardoor is dat soms heel risicovol, maar daardoor bieden we ook heel veel ruimte juist aan de mensen. Dus juist, we hebben een aantal instrumenten, cursussen, workshops, die allemaal kunnen helpen om vanuit het begin je te oriënteren van wat ben ik nou als ondernemer, hoe moet ik nou verder? En op welke manier kan ik daar nou ook al die stappen in zetten die nodig zijn? Het Orion-programma is verbonden aan het Startup Fonds Gelderland. Oost-NL beheert dat financieel. Maar het is wel een uniek iets in Nederland dat een samenwerking is tussen een inhoudelijk begeleidingsprogramma en een Startup Fonds Gelderland. Waardoor we dus met elkaar zorgen ervoor dat die ondernemer alle instrumenten beschikbaar heeft die hij nodig heeft om verder te kunnen komen. En wij proberen daarna met al de partners die we hier zijn een aansluitend verhaal te hebben, zodat je echt van begin tot het eind begeleid kan worden. Het is wel zo dat Orion vooral voor de sectoren energie, creatief en dus eigenlijk energie- en milieutechnologie, creatief en ICT, smart industry, artificial intelligence is. Voor die andere in Gelderland hebben we 2 vergelijkbare programma's. De Startlife voor de agrofood en Brisker voor health en high-tech industries. Dankjewel, Franske. Oké, mooie introductie. En mochten jullie vragen hebben, zet ze in de chat. Florien en Sandra, die letten wel of de vragen komen. Dan hoor ik dat wel graag van jullie. Ik wilde starten met een algemene vraag. Ik ben start-up in een experimenteel stadium, proof of concept. Ik heb wel een proof of concept, maar het is nog experimenteel. Echt in een heel vroeg stadium. Artificial intelligence is mijn drijfveer. Dat is waar het over gaat. Ik heb al gevalideerd in de markt een beetje, maar nog niet echt heel veel. Ik weet wel dat er behoefte is aan het product wat ik heb. Ik zit dus eigenlijk, dat discovery phase, daar ben ik eigenlijk aan het einde van. En ik zou eigenlijk naar die development phase moeten overstappen. De tweede stadium wat Franske ons verteld heeft. Laten we eens even kijken wat jullie voor mij zouden kunnen betekenen. Artificial intelligence, proof of concept heb ik. Ik heb al wel een beetje gekeken of er vraag is naar mijn product. Dat is ja. Maar ik wil verder, the next step. Bernard, wat zou jij voor mij kunnen betekenen in dit stadium? Dit is eigenlijk het startmoment waarop een belastingadviseur idealiter betrokken wordt. Vaak helaas niet. Een belastingadviseur die heb je pas nodig. Dat is heel simpel. Als je ook echt iets gaat doen in de ideefase, heb je hem niet nodig. Want ik een keer sparren graag, hè, maar los daarvan iets toevoegen kunnen we dan nog niet. Maar ga je echt dingen doen, en dan bedoel ik het eerste ding wat je doet is het oprichten van een BV of een andere soort ondernemingsvorm, dan is het wel handig als je van tevoren, dat hoeft niet lang te zijn, in ieder geval even contact zoekt. Wat is nu handig? Wat is verstandig? Want wat je daar neerzet is wel het basisfundament, juridisch gezien, van je onderneming. Dus even kort samengevat, je legal structure. Dus echt, hoe zet je je BV's neer? Hoe zet je een eventuele VOF neer? Die vraag, dat is eigenlijk het allereerste moment waarop je een belastingadviseur nodig hebt. En zodra er personeel begint te spelen, maar ik weet nog niet of dat in de development fase al is. Nee, nog niet. Moet je aan WBSO gaan denken, maar dat komt zo meteen. Precies. Ja, dankjewel Bernard voor deze eerste even. Wiebren, wat zou jij voor mij kunnen betekenen? Ja, ik zit dan direct op de WIP-op. Want we hebben, enerzijds hebben we de vroege fase financiering, anderzijds hebben we het innovatiegebied. En die TRL-levels die we net hebben gezien, die zijn al belangrijk. In welke fase zit je? Dan hangen we daar niet heel erg strikt op.
Maar als je een proof of concept hebt, zeg maar, je hebt een prototype, ja, dan zit je al wat verder in je ontwikkelingsrit. Ja, dan denk ik eerder aan innovatiekrediet. Alleen het lastige daarbij is, dan moet het wel echt gaan om een als het ware een nieuwe uitvinding. En als het alleen artificial intelligence is, dan is dat dan genoeg? Hè? Dat is dan twijfel. Wat we vaak zien, bijvoorbeeld een combinatie van nieuwe software, nieuwe hardware, dat er een nieuwe uitvinding ontstaat. Ja, dat is wel iets voor innovatiekrediet. Waar de technologische uitdaging dan iets lager ligt, dat is het instrument ervoor, dus één fase eerder. Dus eigenlijk wel het TRL 1 of 2, dan is eigenlijk een proof of principle of nog niet eens. Hè, dan zou je al bij ons aan kunnen kloppen voor vroege fase initiëring. Ja, hoe werkt dat? Je hebt een idee in je hoofd en dat wil je uitwerken, maar dat uitwerken kost geld. Daar heb je geld voor nodig, maar je gaat er investeren. Je zegt, een mooi idee heb je, maar kom maar terug als je een werkend voorbeeld hebt. Om dat probleem op te lossen, om die fase te overbruggen, daar is de vroege fasefinanciering voor. Oké, en hoeveel kan ik daarmee ophalen? Bij ons 350.000 euro. Voorwaarde is wel dat er een investeerder aanwezig is die wil minimaal matchen. Ja. Dus het kan ook gaan bijvoorbeeld, want volgens mij is het minimumbedrag 50.000. Maar stel je wilt in eerste instantie een ton, en dan moet er ook een investeerder bij komen die ook een ton doet. En dan is de bedoeling dat je dan daarmee tot TRL 9 kan komen. Dus dat je daarmee de markt op kan. En mijn proof of concept moet dan al wel wat verder uitgewerkt zijn, denk ik. Hè? Er moeten al klanten zijn misschien wel die het interessant vinden. Nee, juist niet. Niet. Wij zitten ter opzichte van investeerders, zitten wij er juist tegenovergesteld in. De investeerder die wil horen van het is bijna af en we kunnen al bijna cashen. He, dus dat hij snel geld kan verdienen. De overheid die zit er juist in voor de technologische ontwikkeling en daar de vooruitgang in. En investeerders die zullen zeggen, kom maar bij mij als het bijna klaar is voor de markt. En als je de technologische uitdagingen al hebt overwonnen. En bij ons is juist een voorwaarde dat je juist technologische uitdagingen moet hebben. Dus dat het ook technologisch kan falen. Dus dat is iets wat investeerders niet willen horen. En wij juist wel willen horen. Maar dat komt omdat dat onze rol is. Dat wij daarbij juist willen helpen. Helder, dankjewel. Tot zover even, Wiebren. Martijn, wat kan jij voor mij betekenen? Nou, de regeling die net genoemd wordt, die doen we eigenlijk af en toe uitvoeren, zeg maar, op regionaal niveau. Hè. Dus daarin sluit het mooi aan. Hè. Dus we zijn ook wel bekend erin met het ICO-instrument. En dit is wel een partij inderdaad waar VWF kan werken. En daarnaast hebben we nog een ander fonds nog erin. Maar daar heb je inderdaad net ietsje verder voor nodig. En dat heet bij ons ION Plus. Maar dan moet je wel een stukje cofinanciering al meebrengen. Dus als je kijkt wat Wiebren net zegt nog, dat hangt er net een beetje af hoe je het beschrijft, Bart. Van ja, het zou kunnen dat het VFF wordt. Het zou kunnen nog, als we er op een gegeven moment definitief naar kijken, dat het toch al net een klein stukje verder is. Dan valt die buiten het VFF. Maar dan hebben we wel een ander fonds waar wij een iets hoger risico mogen lopen. En dat is ook gefinancierd met Europees geld. En daar kunnen we ook iets langer mee doorgaan. Er zitten wel wat voorwaarden aan, maar er past AI heel goed bij dat hij met name inspeelt op groen, op dus de energietransitie of op digitaal en hersteld in de economie komt hij uit voort nog. Dus op het moment dat je AI hebt erin, dan zou die ook heel goed bij het ION Plus Fonds bij ons kunnen landen met een klein stukje cofinanciering erbij van een private partij die al denkt, ik durf wel mee om risico te nemen, want ik heb wel iets meer zekerheid bij het vroege fase fonds, zoals dat net door Wiebren werd beschreven. Dan moet er al een klant zijn voor dat ION, die financiering? Nee, er hoeft geen klant te zijn nog. Maar tegenstelling wat net werd gezegd, er moet een stukje technologische uitdaging zijn. Moet een stukje technologische uitdaging bij ION Plus alweer wat kleiner zijn. Dat er wel zicht op is van, we kunnen eens een keer bij een klant gaan eindigen. Ja, precies. Ja. Dus dat is wel een duidelijk verschil. Ja. En hoeveel kan iemand via zo'n ION aanvragen? De ticketsgrootte lopen daar een beetje uiteen, waarbij het ongeveer van 250.000 tot ongeveer maximaal 2,5 miljoen is. Maar de laatste komt eigenlijk nooit voor. En de meeste tickets zitten in de ordegrootte van ongeveer pak een beet 5 euro ton. Ja. En dan heb je het dus over het ION Plus deel. Hè? Dus daar moet er een cofinanciering bij. Dus de tickets zelf zijn dan echt wel wat groter. Dat het echt substantieel begint te worden.
En zijn die verschillende regelingen wel te stapelen? Stel dat ik eerst bij Martijn langs gegaan ben voor vroege fase financiering en dan kom ik bij jou voor een ION. Kan dat? Ja, dat kan, maar alleen niet voor dezelfde activiteiten. Dus je moet natuurlijk wel, zeker niet tegelijkertijd, op het moment dat je in het einde zit en ik heb het eindpunt bereikt, hè, waar VFF moet eindigen, we hebben technologische problemen opgelost. Dan kun je het prima zeggen, nou, vanuit die opgeloste technologische problemen gaan we nu door. Hoe krijgen we het veel meer nog richting markt? Hè? We komen bijvoorbeeld bij een betalende klant uit. Ja. Ook meer voor gebeuren. Hè? Dan moeten vaak niet alleen de technologische opgewerkt, maar ook organisatorisch moeten vaak wat meer dingen geregeld worden. Hè? Want mensen willen wel wat zekerheden hebben. Ja. Dus dan zie je dus dat, dat het wel kan, maar het moet wel netjes gedefinieerd zijn. Dus die milestones die bekijken we wel. Ja. Ja, helder. Dank je. Franske, wat kan jij voor mij betekenen? Ja, best wel veel, denk ik. Want Orion heeft namelijk heel veel partners, dus dat maakt het altijd een stuk makkelijker. Kijk, als jij prototype wel ontwikkeld hebt en je wil verder kijken, dan is dat op dat stukje is dat natuurlijk een proces waarbij we ook in de fondsen kunnen gaan zitten. Hè? Dan vooruitlopend, nog net één voorlopen voor het vroege fasefonds waar Martijn het net over had, hebben we een start-up fonds Gelderland. En het Start-up Fonds Gelderland gaat echt over de vroege fase met een hoog risico investering. Waar we al van tevoren gerekend hebben dat een aantal van die leningen niet terugbetaald gaan worden. Omdat de kans van mislukken er gewoon is. Want wil je innovaties laten slagen, dan moet je ook vooral innovaties laten mislukken. Want anders dan ben je veel te beperkt bezig. Dat Start-up Fonds dat wordt beheerd door Oost.nl. En zoals ik net al zei, wordt dat vanuit de ondersteuningsprogramma's aangeboden en vindt er inhoudelijke begeleiding plaats. Dus dat is op het financieringsgebied. Daarnaast hebben we binnen Orion allerlei mogelijkheden om jou als ondernemer ook te helpen. Dus en vooral met je ondernemersvaardigheden, met kennis over financieringen, met kennis over wie ben ik als ondernemer, wat voor financiële kennis heb ik nodig, hoe zet ik een goed marketingplan op. Vanuit de kennis- en onderzoeksinstellingen worden regelmatig allerlei seminars, workshops en trajecten gegeven waar de beginnende ondernemer aan mee kan doen. Die eigenlijk allemaal nodig zijn om uiteindelijk zijn bedrijf te starten en te zorgen dat hij een goede business zal draaien. Los even van de innovatie zelf. Ja, en als ik nou als start-up al een stuk verder ben. Ik ben echt al toe aan, laten we zeggen, de markt op te gaan. Kan ik dan bij Orion terecht? Nou, volgens mij, als je echt naar de markt op gaat, dan hebben we wel aansluitende programma's. Zoals voor energie is dat bijvoorbeeld Generation E. Hè? Dan kom je echt naar een meer scale-up programma, waarin je echt goed... Het ligt een beetje aan wat je onder de markt op gaan definieert. Als je zegt, ik wil 10 stuks verkopen, of ik wil 100 of 200.000 verkopen, dat is allemaal de markt op gaan. Maar wat bedoel je? Ja, dat laatste. 200.000. Ja. Dan is Orion al klaar. Wij zijn echt van de beginfase. En echt zorgen dat je op een gegeven moment zo ver bent dat je kan zeggen van nou, ik heb de productie getest. Het is allemaal, het loopt allemaal goed. En nu moeten we gaan opschalen om echt naar een productie verder te komen en te zorgen dat het in de markt weggezet kan worden. Ja, oké. Dank je, Franske. Laten we even kijken of er toeschouwers zijn die vragen hebben. Ik zie in ieder geval van Charles een vraag. Wat kosten de financiële ondersteuning? Charles, misschien kan je even toelichten wat je bedoelt. Is Charles er nog? Even kijken. Hij is er nog wel. Ik weet niet of hij kan unmuten. Hij is geunmute, alleen ik hoor niks. Dus ik ben bang dat het microfoon dat iets mis is. Want laten we... Ik probeer hem even algemeen te pakken. Als ik bij Franske ben, wat moet ik dan betalen? Kost mij die dienstverlening van Orion iets? Soms niks. Soms wel iets. Dat is een beetje afhankelijk waar je voor gaat. Sommige trajecten betaal je €250 als deelnemer en dan kun je een traject volgen. Vanuit Kiemt kunnen we nog ook op mensen, echt de MKB'ers, de innovatieve start-up MKB'er. En die kan zelfs 5 dagen gratis ondersteuning krijgen bij de vormgeving van zijn businessplan, bij het verder brengen van
zo'n plan, zodat het ook voor andere financiering in aanmerking komt of dat hij daarmee kan gaan starten. Ja. En voor het aanvragen van die leningen vindt vanuit Orion ondersteuning plaats die door de provincie grotendeels betaald wordt. En door de partners zelf. Helder. Ik zie dat Charles zijn vraag specificeert. Zijn microfoon doet het niet. Hij bedoelt, worden er rentes gerekend? Ja, dat is wel zo. Als je het hebt over het Start-up Fonds Gelderland, dan rekenen ze op dit moment met een 3% rente. En de eerste 2 jaar hoef je die niet terug te betalen. Dus je moet de totale lening in 6 jaar aflossen. De eerste 2 jaar los je niks af. Dus dan krijg je de ruimte om te groeien en te zorgen dat je business op gang kan komen. En na 2 jaar begin je met 3% rente af te lossen. Oké. En Wibren, hoe zit dat bij jou? Ja, het is natuurlijk een moeilijke vraag, omdat je heel veel instrumenten hebt. Dat begrijp ik. Ja, maar wil ze betaal je ook rente. Oké. En dat zit in oorspronkelijk zal dat vrij hoog. Tenminste, vaak wordt het vergeleken met de hypotheekrente voor woningen. Bij ons ligt dat een stuk hoger. Maar dat is ingegeven omdat het risico een stuk hoger ligt. Omdat bij hypotheekrente, dat wordt altijd terugbetaald. Maar bij dit soort leningen, dan wordt het heel vaak niet terugbetaald. Dus dan heb je geld nodig, extra geld nodig voor stroppenpotten. Ja, maar je zit boven de 3%, begrijp ik dan. Bij de vroegfasefinanciering wel. Bij de innovatiekrediet werkt iets anders. Dan is het ook 3%. Dus dat valt al mee. Okay. Maar dan betaal je een fixed fee van pak een beetje 15% tot 25% over het kredietbedrag. En dat betaal je dan achteraf. Ja. En dat is dan wel weer een behoorlijk bedrag. Charles, vraag van de bandbreedte. Ja, als dat een vraag aan de RVO is, dan is dat 15% bij technische projecten en 25% bij klinische projecten. Dus ja, dat is dan niet de bandbreedte met z'n of. Ja, maar dat zijn niet procenten rente die je betaalt, neem ik aan. Nee, dat is een percentage over het innovatiekredietbedrag achteraf. En de gewone rente, ja, dat is die 3%. Precies. Nou, misschien Charles even deelnemen aan Wibren, zijn breakout room. Hoe zit dat voor jou, Martijn? Nou, inderdaad, de vroege fase financiering heeft de EU-basisrente plus de marktopslag. Dus dat is nu ongeveer 4,5%. Er zit verder geen afsluitprovisie bij. Als je kijkt naar de Ion Plus fonds, zit er 1,5% van de lening afsluitprovisie bij. En de ST-rente 4%. En die wordt de eerste 3 jaar opgerold. Dus dat wil zeggen op het einde vast betaald. Oké. Prima, dankjewel. En bij jou, Bernard, is natuurlijk wel heel anders, hè? Precies, want in die zin ben ik natuurlijk een vreemde eend in deze bijt. Ik ben BDO, mijn werkgever is een commercieel bedrijf. We hebben commerciële uurtarieven. Dat is eigenlijk ook de reden waarom onze mogelijkheden beperkt zijn bij echte vroege fase start-ups. Wij doen wel veel. Wij proberen echt scherpe tarieven neer te leggen en... wat wij bijvoorbeeld wel doen is bijvoorbeeld in de categorie WBSO een gratis second opinion. Maar eigenlijk beginnen wij daardoor pas later. Ja, misschien Bernard, nu dat onderwerp toch komt, WBSO. Het is bij veel mensen niet bekend, denk ik. Kan jij daar kort iets over schetsen? Jazeker. WBSO is een fiscale regeling. Die geeft je een korting op de loonkosten van mensen die bezig zijn met onderzoek en ontwikkeling. Het moet dan gaan om de ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product. En het moet ook echt een technisch probleem oplossen. En als je daar doorheen komt, want het klinkt alsof de drempel best hoog is. In werkelijkheid valt dat best wel mee. Die eisen die zijn niet zo hoog. Wat je er wel voor moet hebben is mensen in loondienst. En dan krijg je een korting op je kosten. En dat is wel bijzonder, want heel veel fiscale regelingen geven je een korting op een winstbelasting. Daardoor heb je er pas wat aan als je winst maakt. Dit is een regeling, daar heb je al wat aan. Eigenlijk op het moment dat je loonkosten gaat maken. En het is best wel een serieus bedrag. Het kan echt oplopen tot 40% van de personeelskosten voor de tijd die mensen bezig zijn met onderzoek en ontwikkeling. Ja. Dankjewel, Bernard. Ik ga even kijken naar de kijkers. Zijn er mensen die vragen hebben aan een van onze sprekers?
Niemand? Dan ga ik even door met mijn start-up. Ik ben een paar jaar verder en ik heb dus inderdaad personeel in dienst. Ik heb ook al de eerste klanten binnen, maar nog niet heel veel. Ik zit echt in het stadium van, ik weet dat het product werkt. Ik weet dat er vraag naar is, maar alleen het hele marketingtraject, het hele traject van personeel, team bouwen, dat is nog voor mij ingewikkeld. Dat is nog heel ingewikkeld. Martijn, wat zou jij voor ons kunnen betekenen in dat stadium? Dat is vaak een stadium dat er redelijk wat investeerders ook wel interesse beginnen te krijgen natuurlijk. Hè? Op het moment dat je product hebt met een klantenbasis, dan is het verdienmodel wel redelijk helder. Ja. We hebben twee fondsen. Dat zijn bij ons de wat grotere fondsen. Dus het basisfonds, topfonds Gelderland, maar ook een IFO in Twente. En als mensen dan bij ons komen voor financiering, dat is ook het fonds waarin wij onze eigen organisatie moeten terugverdienen. Dus wij stappen dan vaak eigenlijk in met een deelname in het aandelenkapitaal van het bedrijf. En dat doen we bijna altijd nog met een andere private partij. Omdat dat vaak een specialistische partij is. Dus dat geeft vaak wel ook een bredere basis als je namelijk één of twee financiersronden nodig hebt. Ja. Dan gaan we echt wel een technisch DD doen van is het wat en dan halen we expertise in huis. Maar dan komen we wel vaak met aandelenkapitaal. Dus leningen zijn er dan eigenlijk niet meer van toepassing. Maar dan wordt het veel meer investering in aandelenkapitaal en nemen we ook deel aan de, ja, aan de board als aandeelhouder. Ja. Hoeveel van dit soort aandelen hebben jullie binnen OostNL? Niet in geld, maar een aantal ondernemingen die jullie daarin ondersteunen. Ja. Ja, bij de introductie vertelde ik dat wij vier sectoren hadden. In health, waar ik dan eigenlijk verantwoordelijk ben, zitten hebben op dit moment 35 bedrijven waarin we aandelen hebben. En totaal OostNL is ongeveer 150 participaties. Ja, dat is fors. Ja. Ja, in Gelderland zijn wij denk ik wel, en Overijssel zijn wij denk ik wel een van de grootste investeerders erin, die precies op het kantelpunt zitten, dat je denkt, dit is nog net even nodig om het bedrijf helemaal op eigen benen te laten staan. Want uiteindelijk willen wij na maximaal 6-7 jaar weer uitstappen. Dan zeggen we, nou, dan moet je eigenlijk een beetje de puberteitfase ook hebben gehad. En dan zou je eigenlijk gewoon lekker op eigen benen moeten staan zonder overheidsgebeuren nog of semi-overheid. Dus in die zijn wij denk ik wel een prettige aandeelhouder die de intentie heeft om niet maximaal en minst te maken. Wel om onze eigen organisatie terug te verdienen. Maar van daaruit hopen wij dat ze echt na 6-7 jaar op eigen benen kunnen staan. Ja. Heeft, want jullie hebben ook een product, ik noem het zo maar even, de Business Angels. Ja. Heeft dat hier nog een verbinding mee? En wat is dat eigenlijk, die Business Angels? Nou, de Business Angels, dat is eigenlijk een netwerk van oud-ondernemers of huidige ondernemers die gewoon heel veel privaat geld hebben. Dat heet dan ook de Business Angels. En die zitten vaak in een eerdere fase. Dus soms komen wij ondernemers tegen en we denken, nou, je bent technisch ontzettend goed. Maar dat we nog niet helemaal overtuigd zijn of dat ook nou de beste persoon is met zijn huidige kwalificaties om een bedrijf in de markt te zetten. En dan hebben wij een netwerk van ongeveer 150 ondernemers en oud-ondernemers. Dan gaan we naar zoeken als die hulpvraag komt. En wij denken als capital, nou, dat is er nog niet helemaal omdat we nog iets missen erin. Iets te vroeg of dit. Maar dat we ontzettend goed dan kunnen voorzien in een naam. En iemand die zegt, joh, ik heb net een paar jaar geleden mijn bedrijf verkocht in die niche markt. Ik vind het hartstikke leuk om met iemand te werken. En die stapt er dan ook nog met eigen geld in. En dan ga je vaak samen weer aan het bedrijf bouwen. Dus hij zit eigenlijk in een iets eerdere fase nog dan wat je net als laatste beschreef. Ja. Kan een heel prettig instrument zijn voor veel mensen. Ja. Dankjewel. Franske, wat kan jij voor mij betekenen als ik dat stapje verder al ben? Eerst de producten. Ik heb personeel in dienst. Bij de kennisinstellingen stopt het dan een beetje, maar binnen kiem van de partners gaan we dan nog wel verder. Daar zou eventueel het instrument innovatiemotor nog kunnen helpen bij marktverkenning en op zoek naar klanten en om te kijken hoe je de business verder vorm kan geven. Dus daar nemen wij het echt over van de kennisinstellingen, dat schuift het door. En binnen de energie hebben we dan natuurlijk Generation E, die ook verbonden is aan Orion. En die gaat echt naar de scale-up fase, dus als ze echt wat verder zijn. En eigenlijk is Generation E een samenwerking van een aantal partijen op het gebied van kennis, fiscale kennis, IP-kennis, marketingbureaus,
testing en certificering, accountancy. En al die partijen die helpen die ondernemer die daarin zit. Zonder dat ze meteen daarvoor aandelen terugvragen. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat ze dat ook een stukje doen. Omdat ze uiteindelijk natuurlijk wel in zo'n bedrijf betrokken blijven. En ze hebben een groot netwerk met inderdaad, of ze koppelen ze aan de business angels bij OostNL. Of binnen hun eigen netwerk waar partijen zitten die belangstelling hebben om die technologie verder te brengen. Ja, nou, wat doet die innovatiemotor? Bij de innovatiemotor, daar hebben we een intakegesprek met de ondernemer. En dan kijken we op welke punten hij zij ondersteuning nodig heeft. En dan kijken we gewoon op het gebied van ondernemerschap of op het gebied van technologieontwikkeling. Bijvoorbeeld nog een certificering die nog moet komen of zo. Of op het gebied van financiën of op het gebied van faciliteiten. En voor de faciliteiten hebben wij verbinding met een aantal shared facilities waar ze eventueel nog dingen verder uit kunnen testen of alvast een stukje van hun business kunnen beginnen. Voor de business, de financiering en het hele businessmodel hebben we experts die hen kunnen helpen met het goed schrijven van een goed businessplan. Met marktverkenning. En dan krijg je 5 dagen expertondersteuning die je verder helpt. En als je daarmee klaar bent met dat proces, kijken we dan weer wat er nog verder nodig is. En binnen, ja, eigenlijk waar we dan je nog verder onder kunnen brengen om te zorgen dat je die hulp krijgt die je nog nodig hebt. En als je geen hulp meer nodig hebt, dan ga je gewoon aan de gang en dan bellen we na een half jaar nog eens terug hoe het gaat. En dan als er dan op een gegeven moment zijn er overal prachtige innovatieprijzen, zoals de Jan Terlouw Innovatieprijs. En dan zeggen we, nou, laat daar je innovatie dan ook maar eens zien en doe maar mee aan die prijs. Dus ja. Om eens te laten zien hoe goed je bent. Ja, dan kom je dus in het Orion-netwerk terecht en het Kiemt-netwerk, waardoor je ook weer stappen verder komt. Ja, oké, dank je. Wieberen, wat kan jij voor mij betekenen? Ik verwijs even naar dat plaatje met de TRL-levels. Dus hoe meer je aan het begin van je technologische ontwikkeling staat, hoe meer directe instrumenten we hebben, of instrumenten met een directe werking. En hoe verder je met je ontwikkeling bent, hoe meer instrumenten we hebben met een indirecte werking. En wat bedoel ik daarmee? Die directe werking, dat is bijvoorbeeld de vroege fase financiering of een innovatiekrediet, dan doen wij als RVO rechtstreeks een lening aan de onderneming. Ben je verder, zoals je omschreef, nou, ik geef me al op de markt, het product is min of meer uitontwikkeld, ik heb al klanten. Dan hebben we instrumenten een indirecte werking. Ja, wat doen we dan? Dan ondersteunen we bijvoorbeeld seed capital fondsen door middel van hen een lening te geven. Zodat, stel dat zij hebben 6 miljoen uit de markt opgehaald. Daarna is de RVO van, joh, wij zijn een fonds, wil je ons helpen? En dan geven wij hen ook een lening van 6 miljoen. Dan is het 12 miljoen om te investeren in technologisch innovatieve startups. Het is dan wel zo, ja. De startups kunnen ons dan niet benaderen, maar we hebben wel RVO Seed Capital. Er staat een lijst met Seed Capital fondsen. Ja, die zou je dan kunnen benaderen. Ja. Het gaat dan wel om vrij grote tickets. Ze komen pas in beweging vanaf 4 ton ongeveer. Ja. Een andere mogelijkheid is, zoals ik schrijf, ja, er zijn klanten of beginnende klanten, beginnende omzet. Misschien zijn er wel contracten in aantocht. Dat is ook een moment dat je banken kan benaderen. Dan heb je omzet, dan heb je tractie. En bij ons is dan. En dan kunnen wij weer een extra garantie geven aan de bank, zodat het risico van de bank verlaagd wordt, zodat zij sneller in de plannen van de ondernemer stappen. Bij ons zijn dat voorwaarden van inderdaad zicht op omzet en gebruik maken van de WBSO, die al eerder is gevallen. En de WBSO, dat is dan een teken van, nou, je bent technologisch innovatief. En zicht op omzet, ja, dat moet dan meer en meer zeggen van. Dat de kinderziektes eruit zijn. En dan zou je de stap naar de bank kunnen wagen. En dan kan je ze eventueel wijzen op de BMKB, zoals het heet. Dat is het instrument waar ik voor werk. Dus als Bornstein schiet voor het MKB. En in dit geval dan voor technologische start-ups. Dus dat zijn de voornaamste instrumenten die wij dan in huis hebben met een indirecte werking. Als we meer willen weten, moeten we bij jou sessie zo meteen komen. Ja. Bernard, tot slot, wat kan jij voor mij betekenen in dat verdere stadium? Ja, dat is eigenlijk de tendens. Dat ik ben vanuit de commerciële kant, hoe verder we komen, hoe meer.
Ik denk deze fase, waarin je nog niet winstgevend bent, maar wel over meer, steeds meer kapitaal beschikt en eigenlijk ook een paar stappen gaat zetten om je organisatie te professionaliseren, dan komen er wat juridische zaken. Want die structuur die heb je dan even goed neergezet. In het ergste geval moet je misschien wat dingen nog gaan rechtzetten, omdat je dat in het begin nog niet zo heel goed hebt gedaan. Maar de typische dingen waar ik mee bezig ben bij een ondernemer in deze fase, dat zijn dingen op het gebied van, wordt er een patent aangevraagd? En zo ja, moeten we dat onderbrengen in een aparte BV, zodat er eventueel nog iets kan zijn met royalties en dat is veiliggesteld. Een personeelsparticipatieplan, want medewerkers vinden, dat weet niemand, zeker niet in de technische hoek. Het helpt als ze kunnen participeren. Maar ja, hoe dan? Juridisch goed regelen. En als laatste wil ik nog benoemen, echt belangrijk, zeker als er niet één owner is, maar meerdere co-owners van een bedrijf, een shareholders agreement, een aandeelhoudersovereenkomst, waarin je eigenlijk met elkaar afspreekt, de huwelijksvoorwaarden van gezamenlijk ondernemen, noem ik het altijd met een knipoog. Een kort voorbeeld, wat nu als een van de vier oprichters, die allemaal heel enthousiast zijn begonnen, ziek wordt. En dan niet een griepje van een week, maar als in structureel 2 jaar niet kunnen werken. Ja. Mag die dan die hele 2 jaar 25% delen in het bedrijf wat de andere 3 hebben opgebouwd? Of moet daar toch iets anders over worden opgenomen? Dat soort dingen. Ja. Heel belangrijk, en misschien moet je het er nog wel voor regelen, maar als je het nog niet hebt gedaan om kosten te besparen, wat ik vaak langs zie komen, echt heel belangrijk. Ja, mooi. Dank je, Bernard. Yes. We gaan naar 4:15 toe. Ik had nog een vraag willen stellen, maar die ga ik niet stellen vanwege de tijd. Namelijk van, als ik al die instrumenten hoor die jullie vertellen, het is echt heel veel en ook heel mooi dat ze er zijn. Maar als je inderdaad gewoon en weinig van weet, hoe kan je nou erachter komen waar je dan moet zijn? Maar goed, laten we dat straks maar vragen in de rooms, de breakout rooms. Ik wil in ieder geval speciaal Florien en Sandra bedanken, want na dit stukje komen we niet meer terug in de gemeenschappelijke ruimte. Jullie gaan nu naar de breakout rooms en then it's finished. En dan hoop ik dat jullie een fantastische overzicht hebben gekregen van het landschap van subsidies, funding, investeren. En in de breakout rooms ga je vast nog veel meer dingen horen. Dus dank speciaal Sandra en Florien voor de organisatie.